Ik denk dat ik ben zaterdag wel een beetje traurig dat het niet kunnen doorgaan. De tjalk van kunstproject Rivierboot Stad zou eigenlijk komende zaterdag door het centrum gesleept worden. Maar dat plan werd van tafel geveegd. Een stukje van deze monumentale muur zou namelijk verwijderd moeten worden. En daar kwam felle kritiek op. De kunstenaar zoekt een alternatief en wij gingen met hem in gesprek. Ik ben gevraagd om een verbindenis tussen die twee musea te maken. Dus er werd in ieder geval, dat begint in ieder geval wel bij die musea. Dus, maar in waar en hoe en wat, dat weet ik niet. U zei al wel, het plan kan wel eens net zo radicaal worden als het origineel. Waar moeten we dan een beetje aan denken? Er moet iets gebeuren. Er is iets dat, er is wat kracht achter die originele plan. Dat is iets wat aan de mensen spreekt, maar iets wat losmaakt. En daar, in een nieuw plan moet ook zoiets gebeuren, maar zonder die muur aan te raken. Want dat niet wordt gewaardeerd, is de kunstenaar inmiddels duidelijk. Hoe vond hij het om de afgelopen tijd met zijn project opeens het Dordtse nieuws te domineren? Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk als iemand je de vinger geeft als je die straat doorloopt. Dat is niet zo leuk, maar ik ben niet insulted. Ik neem het niet persoonlijk. De kunstenaar gaat juist heel graag het gesprek aan met mensen over dit project. Afgelopen weekend waren er nog bijeenkomsten met de vrienden van het Dordrecht Museum en Kunstclub 078. Dat was heel interessant. In beide presentaties waren er wel mensen heel enthousiast over het plan en ook mensen die tegen het plan was. Dus er waren leuke discussie. Kunst laat je iets verbeelden. En wat nu gebeurt is dat veel mensen zijn aan het denken over hoe kunnen wij een boot vanuit de museumtuin over die fans heen of onder of wat nu. En dat is echt leuk, dat meerdere mensen zijn daaraan gaan denken. Als hij nu een inschatting doet, verwacht de kunstenaar dat de sleeptocht pas rond maart volgend jaar door kan gaan. Bijna het hele proces moet opnieuw. Als je wil iets doen in de openbare ruimte, moet je rekening houden dat het niet zo snel gaat.